word zo gebeld door de hematoloog en om de kanker zo goed mogelijk tegen te kunnen gaan. Er zijn een paar voedingsmiddelen die echt heel erg de moeite waard zijn. Die belicht ik even. Enorm hoge doseringen die eventueel met bepaalde chemotherapie tot interacties kunnen komen die je ook juist niet wil. Dus het klinkt nu zweverig, maar is het niet. Het is echt onder de microscoop kunnen we zien dat de eindcellen van de telomeren van het DNA positief beïnvloed worden. Ik strompel naar huis. Zo zien mijn teennagels er op dit moment uit. Oh, mijn nagel begaf het, hè, mam? Zo, schoot ineens eraf. Zij kan staan of ze staan niet helemaal gelijk. Mm-hmm. En ik ben vandaag weer geweest voor de opvulling van mijn borsten. En daar zit nu, als het goed is, 180 cc in. En ik wil je even laten zien hoe dat er dan uitziet. Het schijnt zo te zijn dat als je dat gen draagt, dat die chemopillen echt heel erg verkeerd kunnen vallen. En eigenlijk juist schade kunnen aanbrengen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik word zo gebeld door de hematoloog en dan gaan we het hebben over mijn voeding, bewegen, ontspanning. Om de kanker zo goed mogelijk tegen te kunnen gaan. En dat het goed helpt met alle behandelingen die ik krijg. En ik ga het weer opnemen en jullie meenemen. René, het volgende. Dus als we even in het rijtje afgaan. Als het gaat om gezonde voeding. Ja. Dan is het verstandig als je bij... ik geef je sommige websites door. Dus bij de WKOF. Dus WKOF. Yes. Dat is het Wereldkankeronderzoeksfonds. Ja. Als je daar een account aan gaat maken, als je een account hebt, dan kan je er gewoon alles in zien. Er is een folder en die heet Voeding bij Kanker. Ja. En je hebt ook een andere folder en die heet Voeding na Kanker. Oké. Dat is goed om te weten. Dus Voeding bij Kanker en Voeding na Kanker. Ja. Dat die twee folders er zijn. Dus dat staat boordevol met tips wat geen hypes zijn, maar wel goed onderbouwde tips van wat kan je nou wel of niet eten het beste. Ja. Als je dus voor bestraling gaat en voor chemo. Er is ook een receptenblokje. Dat, dus als mensen bellen naar Amsterdam, dan zeg ik altijd vraag die twee folders en ook het receptenblokje. Maar het receptenblokje staat ook als je een account aanmaakt. Oké. Er zijn een paar voedingsmiddelen die echt heel erg de moeite waard zijn. Die belicht ik even. Ja. Eentje is blauwe bessen en rood fruit. En nu komt de winter eraan en soms is dat moeilijk of heel duur om te krijgen. Maar we weten inmiddels dat de dingen die ingevroren zijn bij de Albert Heijn, bijvoorbeeld die blauwe bessen en het rode fruit, als je die laat ontdooien en je maakt er een smoothie van in de ochtend, dan is dat even goed en veel goedkoper. En er zit alles in wat nodig is. Dus blauwe bessen en rood fruit is een hele belangrijke. Oké. Okay. En broccoli en allerlei selderij, daar zitten ook stofjes in waar die ontzettend goed zijn om je eigen immuunsysteem op te vijzelen. Okay. Als je dus door de chemo gaat en bestraling. Oké. Okay. En walnoten zijn goed, maar dat kom je allemaal nog tegen. En als je, omdat je kuurt, zou je wat extra magnesium kunnen verliezen. Dan is het handig als je geen notenallergie hebt om een handje amandelen te eten per dag. Dus ik ben zelf opgeleid in Harvard en daar deden we everything through food, tenzij. Ja. Dat in die voedingssupplementen zitten vaak enorm hoge doseringen die eventueel met bepaalde chemotherapie tot interacties kunnen komen die je ook juist niet wil. Nee, precies. En die bestraling die is natuurlijk met name gericht om die slechte cellen, die kankercellen te attackeren. Mm-hmm. En de insteek die daarnaast heel goed kan is, wat kan ik doen om juist alle gezonde cellen in mijn lijf te maximaliseren. Ja. Dus die insteken, daarom is het complementair aan elkaar. Ja. Verder is het belangrijk om, als je de volgende keer bloed laat prikken, kan je vragen of ze het vitamine D, of ze de spiegel mee prikken. Omdat vitamine D, daarvan is bekend dat die, als die waarde boven de 50 is, dan is dat wel heel erg goed en belangrijk. Dus heel vaak is het vitamine D te laag, met name ook in de wintermaanden. En vitamine D zou je dan extra kunnen nemen. Dat is zinvol. En dat heeft geen negatieve interacties. Het is zo dat als je gaat bestralen, dan is het niet goed om extra vitamine C te nemen. Okay. Dat zijn antioxidanten en dat gaat met de bestraling niet goed samen.
Eigenlijk kan ik nu beter stoppen met de vitamine C. Ja, dus tijdens de bestraling geen extra oxidanten, behalve dus die blauwe bessen en dat fruit wat je eet, maar niet extra vitamine C. Oké. Je kan wel bijvoorbeeld, als je een kiwi eet, als je dat tegen kan, dan is daar ook heel veel vitamine C in. Dus niet uit een potje de vitamine C nemen, maar wel in een kiwi bijvoorbeeld. Oké. Beweging, nou daar kan ik vrij kort over zijn, hoe meer beweging des te beter. Dus bewegen, het minimum staat op 150 minuten per week. Dat zou zijn 5 dagen lang, dus 30 minuten wandelen. Dan blijft het hele lijf, alle enzymen worden dan aangezwengeld. Sommige mensen hebben die app, weet je, het ommetje. En anderen zeggen, nou ik ga gewoon lekker wandelen met mijn kinderen 30 minuten per dag. Dat moet lukken. Ja. Dan het komt het stukje ontspanning, omdat je natuurlijk toch allemaal een hele stressvolle periode dit. Ja. Wat handig is, als je dat op wil schrijven, even het woord voor de Google. Als je dus Google hebt geopend en je doet het woord Radboud, dat is een academisch ziekenhuis, hè, het Radboud. Ja. En dan doe je geluidsbestanden. En als je dat combineert in de Google, dan krijg je 20 mooie geleide visualisaties. Die gewoon onze hersengolven veranderen, dat je in een soort diepe ontspanning komt. En nu weten we dat als je 10 minuten in diepe ontspanning bent, sommige mensen doen mindfulness, anderen kunnen op een andere manier heel diep ontspannen. Maar deze dingen zijn nu ter beschikking gekomen, omdat ze in het Radboud ziekenhuis kregen alle mensen met kanker dus deze geluidsbestanden, waar ze... De een heeft het met die vindt de meermeditatie heel mooi. En de ander de bergmeditatie misschien, omdat hij zich fijner voelt in de bergen. Maar dan kies je er eentje uit en die doe je gewoon één keer per dag, 10 minuten lang. En dan weten we dat dat dus heel veel positieve invloed heeft op alle gezonde cellen in je lijf. Oké. Dus dat klinkt nu zweverig, maar is het niet. Het is echt onder de microscoop kunnen we zien dat de eind... van de telomeren van het DNA positief beïnvloed worden. Oké. En wat doe je anders om je te ontspannen? Wat geeft jou ontspanning als je zelf deze vraag zo krijgt? Ja, kijk, normaal gesproken maak ik zelf ook muziek. Oh, mooi. Ik ben zangeres en trompetist. Dus ja, daar wil ik dan ook meer mee doen. Maar ik vind het ook heel erg ontspannen om gewoon lekker een filmpje te kijken. Zodat ik niet hoef na te denken, maar eigenlijk even in een andere wereld te kunnen zijn. Ja, precies. Dan ben je er even uit. Nou, dat vooral blijven doen. Ja. Hè? En muziek, dat weet je zelf ook, dat kan ook heel veel doen. Hè? Maar ik dacht, ik geef je eventjes nog even mee deze geluidsbestanden. Ja, nee, dat is zeker. Is dat dan ook zo dat het eigenlijk het lichaam stimuleert om bepaalde dingen aan te vallen? Of... Ja, nou ja, hoe beter je eigen immuunsysteem is, hoe beter het lichaam in staat is om kankercellen aan te vallen. Ja, zo werkt het. Ja, precies. Zo werkt het. En slaap? Slaap je redelijk? Slaap je goed? Ik slaap redelijk. Ik heb toevallig net een nieuw matras aangeschaft. Want ik heb ook heel erg last van mijn heupen en mijn rug. Dus daar wilde ik sowieso ook nog even wat over vragen. Ja. Nou, dat helpt al heel erg. Maar ja, soms dan heb ik nog steeds pijn aan. En wat ik nu doe is 's avonds, voordat ik naar bed ga, 2 paracetamol slikken. En dat doe ik eigenlijk nu vanwege de amputatie die ik heb gehad. Gewoon voor de zekerheid. Ja. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook op de rest van mijn lichaam. Ja. Dus ik weet niet in hoeverre dat... Kijk, paracetamol is op zich natuurlijk wel een goede pijnstiller, maar die wil je ook niet echt dagelijks te lang doen, omdat het effect heeft op de lever. Oké. Dus als je het nodig hebt, moet je het nemen, daar niet van. Maar mag ik even vragen, die rug en die heupen, dat was al. Ik heb scoliose en spondylolyse. Oké. En ja, ik ga natuurlijk dadelijk die hormoontherapie in. Ja. En ja, dus ik ben wel een beetje bang voor. Ja, ik gebruik nu al vanaf juni Lucrin. Ja. Maar ik baar me wel een beetje zorgen over wat het natuurlijk met de rest van mijn botten gaat doen, aangezien ik al een beetje last heb. Dus, en ik heb eigenlijk nooit wat geslikt. Maar nu heb ik zoiets van, nou, ik ben nu toch bezig. Wat je,
Je hebt een stofje, dat ken je voor. Je hebt een website die heet Bewegen zonder pijn. Mm-hmm. Die is denk ik goed om ook een keer aan te klikken. Daar heb je verschillende. Je hebt bijvoorbeeld de groen lipmossel. Je hebt, die is heel, die werkt heel goed bij artrose. Maar je hebt ook het chondrotoïtine en glucosamine. Ja. Dat zijn twee stofjes die samen ook in een potje zitten. Oké. Okay. Bij de Holland & Barrett. En die, als de pijn in de gewrichten en de spieren erger wordt onder de hormoontherapie, dan is dat een zinvol iets. Ik heb een flowchart, dus ik heb een A4'tje. Waar ik wat dingen op heb staan die goed werken als zeg maar die pijn aan die gewrichten erger zou worden bij hormoontherapie. Oké. Okay. Dat kan ik je opsturen. Heel graag, ja. Daar zul je ook op zien, daar staat ook iets van medische hypnose dus, of mindfulness. Omdat ja, soms is er pijn, maar hoe beleef je die pijn? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd staat er dan ook dat chondrotoïtine en die glucosamide op. Oké. Okay. En dat meer informatie vind je ook op die website Bewegen zonder pijn. Oké. Okay. En hoe staat het tegenover extra magnesium slikken of calcium? Ja, kijk, extra magnesium, dat zeg ik. Je kan of een handje amandelen nemen elke avond, dan hoef je geen extra magnesium te slikken. Oké. Okay. Maar je mag, wat mij betreft, ook magnesium suppleties slikken. Dat heeft geen negatieve interactie. Oké. Okay. En... wat was het tweede wat je zei? Magnesium? Ja. Calcium. Ja, calcium. Ja, vaak zeggen de verpleegkundige specialisten ook dat je wat extra calcium moet nemen, hè, vanwege de hele behandeling op je botten. Ook dat is goed. Ja, dus dat betekent meer melk drinken of... Ja, vaak kom je er niet helemaal alleen door zuivel. Dus die calcium moet je nog eventjes vragen volgende keer aan je verpleegkundige specialist. Oké. Okay. Maar magnesium kan je slikken, maar je kan ook het handje amandelen nemen. En ik stuur je eventjes, ik zal even kijken of ik jouw e-mail heb. Moet ik heel eventjes hier kijken of ze dat hebben ingevuld. Want dan kan ik je even dat overzicht sturen. Ja, René van Ginkel, staat erin. Ja, okay. Dus dat kan ik je straks sturen. Top. Ja. Dus op die manier... kan je al op die, dus qua voeding, beweging, ontspanning en wat extra suppletie, kan je hem alvast heel goed insteken. Ja, ja precies. Ik ga gelijk morgen even kijken naar die blauwe bessen en rood fruit en kiwi. En nou ja, broccoli ben ik niet zo fan van, maar mijn vriend die... Je hebt ook broccoli-kiemen. Als mensen geen broccoli kunnen verdragen, nemen ze soms broccoli-kiemen. Kan je even informeren of overlezen. Oké. Okay. Die zijn gedroogd en die kunnen soms in het eten en dan is het minder aanwezig. Zo. En ja. Dan gaan er goede dingen binnen. Oké. Okay. Nou, gelukkig, ik vind het om zo te eten minder, maar mijn vriend die maakt een broccoli soep, dat vind ik dan wel lekker. Ja, of smoothie, precies. Dus ja, dat komt wel goed. Ja. Ja, heel goed. Nou, ik ga ermee aan de slag. Nou, okay. Hartelijk dank voor uw tijd. Zeker. Dag. Nou, jongens. We gaan aan de slag. In ieder geval vooral blauwe bessen, rood fruit en kiwi. Tijdens de bestraling geen vitamine C bijslikken, want dat werkt de bestraling tegen. Ik mag magnesium slikken, maar ik zou ook elke dag een handje amandelen kunnen eten per dag. Eventueel vitamine D zou ik kunnen bijslikken, alleen het is ook goed om dat even mee te prikken, om te kijken hoe dat zit. 30 minuten per dag wandelen. En wat er ook interessant was, is een geluidsbestand bij de Google Rapout. Kunnen we googlen en dan zeggen we Rapout geluidsbestanden. En er staan allemaal verschillende geluidjes. En één keer per dag moet ik daar dan naar luisteren, 10 minuten. En dat zou daadwerkelijk de cellen stimuleren om de kankercellen, om je eigen immuunsysteem te boosten en de kankercellen goed aan te kunnen pakken. En dat is dus daadwerkelijk bewezen. Oké. Verder natuurlijk even kijken naar de bewegenzonderpijn.nl. Want er staat ook iets op wat zou kunnen helpen als ik pijnen krijg in mijn gewrichten bij de hormoon. Door de hormoontherapie. Even een extra calcium. En ik mag weer naar een wellnesscenter. We gaan alles gewoon aanpakken. We gaan ervoor. Hey, een hele goede avond. Goedenavond. Het is... Kerstdagen kerst geweest. Ja. Ja.
En wat hebben we dan vaak over? Lekkere dingetjes. En in dit geval hebben wij weer kerstbroden opgehaald die over waren. En die gaan wij doneren bij de crisisopvang in Den Haag, de Kessler Stichting. Dit is niet voor het eerst. Ze kennen me inmiddels al een beetje, dus ik ga eventjes aanbellen en dan zal er toch iemand mee naar buiten moeten, want ik heb er best veel dit jaar. Kijk eens hoe goed papa aan het helpen is. Dat was echt leuk. Ik kom met de enige regelmaat wat brengen. Ja, dat weten we. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ik zeg, nou, dat is mooi. En ik zeg, ik heb er weer een hoop. Mensen blij gemaakt. Ja, daar ben ik voor. Lekker kerstbroodje. Zeker in deze donkere dagen, hè? Ja. Hallo. Hallo, luidjes. Naar aanleiding van het telefoontje met de arts zijn we vandaag begonnen met een half uurtje te gaan lopen. En het is natuurlijk de bedoeling dat je even 30 minuten achter elkaar loopt, gok ik. Want ja, ik ben natuurlijk wel aan het lopen, maar volgens mij gaat het erom dat je 30 minuten achter elkaar ja, 30 minuten inspanning. Ja. Dus we lopen weer in ons vertrouwde Zuiderpark. En dadelijk als we in ons nieuwe huis lopen, wonen, dan zal het waarschijnlijk Ockenburg worden of Manenstein. Moment. Sorry voor het slechte beeld, want het is Ockenburg. Heel donker. Ockenburg en of Manenstein. Gewoon alles tegelijk. Ja. Nou, ik heb vriesfruit heb ik ingeslagen. Lekker fruit. Dus rood fruit, blauwe bessen. Calcium. Calcium, dus daar heb ik kwark gehaald. Ik heb yoghurtdrinks gehaald. Ik heb een soort een bepaalde muesli gehaald. Daar zal weer meer magnesium in zitten. Walnoten heb ik gehaald. Dan rennen we gelijk even door naar de Lidl. Nou. Dus ja, we gaan een goede start maken. Ik heb ook gewoon even een magnesiumpilletje genomen. Altijd lekker inderdaad voor inspanning. En een rondje Zuiderpark is sowieso al meer dan een half uurtje hoor. Ja, dus, daarom. Dus dan weet je in ieder geval dat één rondje is meestal wel een half uurtje. 2,5 kilometer dus. Ja. Dus we hebben een goede start gemaakt. Ik ben benieuwd of jullie deze tips ook gehoord hebben eigenlijk. Of jullie dit ook allemaal wisten. Ja. En ik heb ook een app gedownload. Ik ben naar de Rapout site gegaan voor die geluidsfragmenten. Ik vind dat best wel een beetje lastig, want dan voel ik mijn eigen hart. En dat vind ik zo onaangenaam, dan word ik daar juist onrustig van. En mijn hoofd gaat alsnog alle kanten op. Okay. Maar goed, dat schijn je niet allemaal zo in één keer altijd maar te kunnen. En heel veel mensen vinden dat lastig. Ja. Dan heb ik weer een app gedownload van Mindfulness. Nou, we gaan het gewoon allemaal proberen, jongens. Maar we moeten zeg, hartstikke goed bezig. Ontspannen. Juist. En we gaan binnenkort die wellness even plannen. Ja, daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ik ook. Even een goede badkledingdag uitkiezen op de... Was het Elysium? Nee, Elysium? Ik kom er zo terug. Ik ga het nu echt opzoeken, want anders dan... Tot zo dan. Ja. Ik heb het gevonden, jongens. Thermen Soesterberg. Soesterberg? Ja. Die lijkt me helemaal top, die. Oké. Dus daar gaan we even naar kijken. Maar die hadden alleen maar baddagen op dinsdag, volgens mij. Dus. Oké, ja. Nou, een fix. Ik geloof dat ik binnenkort wel ergens een week heb. Maar dat ligt er een beetje aan of er een opdracht doorgaat of niet. Ja, en ik weet ook niet of ik met mijn bestraling en zo, of dat kan. Nee. Maar we gaan er sowieso naartoe. Gewoon. Sowieso, wat tori. Het rondje zit erop. Ja. Zijn we lekker thuis. We gaan lekker even opwarmen onder de douche, want we zijn koud en een beetje nat. En ik strompel naar huis. 3 weken na de operatie. 3 weken na de operatie en ze loopt gewoon al een half rondje Zuiderpark. 20 minuten. Is gewoon toppie. Toppie. Goedemorgen. Het is vandaag 29 december. Ik ga vandaag weer voor de tweede keer mijn borsten laten opvullen.
Ik ben benieuwd. Volgens mij gaan ze er gewoon ook weer 60 cc bij doen. En ik heb mijn moedertje gevraagd om even mijn nagels weer te doen. Ik ben 3 november had ik mijn laatste chemo. En zo zien mijn teennagels er op dit moment uit. En wat ik merk is dat vooral, ik noem het even mijn ringteen. Die is volgens mij zelfs weg geweest. Maar oh, het ziet eruit. Ik had altijd zulke mooie nagels, hè? Ik had nooit zulke lelijke nagels. Maar ze zijn 3 keer zo dik geworden, heb ik het idee. En dat gevoel heb ik ook met mijn vingers. Dat ik echt gewoon moeite moet doen om ze door te knippen. Lief schat, het gaat gewoon goed. Van dit gedeelte hier ziet het alweer heel goed uit. Het groeigedeelte vanaf de nagelriem, zie je, die is gezond. Ja. Dus dit gedeelte, dat is ziek. Het wordt ook nooit beter. Het moet uitgroeien. Ja. Ja, dus dan valt het mee. Die en die precies hetzelfde. Die is ook bijna klaar. Zie je? Maar die voelt gewoon 3 keer zo dik, die nagels. Dat is die nu ook even. Maar het gaat weer terug naar hoe het was. Maar waarom komt er dan een laag bij? Dat snap ik niet. Waarom worden ze dikker en niet dunner? Ze krijgen een verkeerde informatie op dit moment. Hè, de informatie van hoe nagel groeit. Dat wordt normaal gesproken doorgegeven bij de nagelwortel. Maar door de chemo alle systeempjes een beetje fout zijn, kreeg je dit soort nagels. Maar je ziet het. Het grootste gedeelte begint alweer uit te groeien. Ja, gedeeltes. Gedeelte bijwerken. Precies. Oh, mijn nagel begaf het, hè, mam? Zo, schoot ineens eraf. Alles wat ziek is, is natuurlijk al aangedaan. Dus het is niet gek dat hij wegschiet. Oh, dat hij los zit. En eigenlijk had ik dat ook het liefste gedaan. Snap je? Want ziek is ziek en dat moet gewoon weg. En dan heeft het alle tijd om toch weer gezond aan te groeien. Het doet inderdaad helemaal geen zeer, maar ik zag hem zo omhoog schieten. Ja, maar dat was ook het dikkere gedeelte waar je het over had. Hè? Die nagel was al los, hè? Ja. En dan is het alle loszittende deeltjes zoveel mogelijk weghalen. Omdat als het los zit, kan je het ook weer opentrekken als je je sok bijvoorbeeld aan of uittrekt. Dat ja. Je ineens zo'n ding hebt die omhoog staat, dat is nog minder pijn. Dit voel je niet, hè? Nee. Komt allemaal goed, kind. Ja? Ga maar doen. Oh, wat goed. Oh, dat is fijn. Dat doe je goed. Hé? Dat doe je goed. Hier zo weer tentjes. Ja, zo. Goed zeg. En onder mijn voet? Super, dankjewel. Zou je handjes afdoen? Zo, we zijn weer in het ziekenhuis. Voor het opvullen van mijn borsten. En in het kader van we moeten een half uur lopen per dag. Zijn we naar het ziekenhuis gelopen. Super timing. In de regen. Regent als gek. Maar goed. Ik heb het idee dat je hem sowieso echt wel op de huid van de patiënt moet leggen. Zij kan staan of ze staan niet helemaal gelijk. Mm-hmm. Is dat iets wat dadelijk wat meer gelijk wordt, of dat wat meer terug gaat. Ja, overheen zitten. Het is niet zo dat ze dat. Beetje naar de buitenkant. Ja. Zo, ik heb net even lekker gedoucht. Ik wil jullie even laten zien hoe mijn haar nu al gegroeid is. We zijn ongeveer 8 weken verder, zeg 2 maanden. En het haar is dus zo lang. Inmiddels. En ik ben vandaag weer geweest voor de opvulling van mijn borsten. En daar zit nu, als het goed is, 180 cc in. En ik wil je even laten zien hoe dat er dan uitziet. Ik heb expres even mijn BH uitgelaten die alles strak moet houden. Dus die trek ik zo weer aan. Maar voor jullie idee, voor mensen die ja, zelf ook eraan zitten. Dit is nu met de tissue expander weliswaar, dus het moet allemaal nog uitvouwen. Maar er zit nu 180 cc in. Dus dan kunnen jullie een beetje zien ja,
hoe groot dat dan is. En daar zit al een klein décolleté. En voor mij voelt het aan, als ik zo loop, alsof ik eigenlijk gewoon een BH aan heb. Omdat het, het voelt gewoon stevig en strak. Zoals ik al zei, het moet allemaal nog een beetje uitvouwen. Dat gebeurt dus telkens als het wordt opgerekt. Het ziet er nu alweer een heel stuk beter uit dan in het begin. En helemaal aan het einde, dan gaan dus de tissue expanders worden vervangen voor siliconen. En dan wordt alles ook weer een beetje op zijn plek gezet. Want op dit moment zitten mijn tepels ook niet helemaal op de plek. Het is iets meer naar buiten en zo. Maar het schijnt allemaal recht getrokken te worden tijdens die operatie dan. Ze zei ook dat bij de tissue expander, die bij iedereen anders kan vallen. Soms kan het voelen alsof ze bijna in je nek zitten. Bij de ander veel meer naar de zijkant. Sommigen zitten gewoon mooi voor. Maar die zijn echt bedoeld om de huid op te rekken. Om er dadelijk dus mooie siliconen in te kunnen doen. Maar ik wil jullie even laten zien wat het nou inhoudt. Ik kan in ieder geval volgende week nog voor een extra vulling met 60cc. En dan is het kijken of ik die week erop ook nog kan en hoe ver we dan zijn. Want het mag natuurlijk niet samenlopen met de bestraling. En dat moet ook niet te lang wachten. Vergeet jullie bijna te vertellen dat ik ook nog bloed moest prikken vandaag. Omdat ze de DPID genotype wilden laten checken. Dus ik had zoiets van, wat is dat nou weer? Dat houdt eigenlijk in dat ze dus gaan kijken of je een bepaalde gen in je hebt die waar rekening mee gehouden moet worden in verband met de chemopillen. Dus dan kunnen ze zien hoeveel doses ze kunnen geven. Het schijnt zo te zijn dat als je dat gen draagt, dat die chemopillen echt heel erg verkeerd kunnen vallen en eigenlijk juist schade kunnen aanbrengen. Dus daar ben ik ook nog eventjes voor getest. In de volgende vlog ga ik jullie vertellen hoe het gesprek is geweest met de radioloog. En we nemen jullie natuurlijk mee met ons oud en nieuw. Ondertussen loop ik even door naar het bedje. Want daar liggen mijn lieve twee mannen. Jessie Silver die gaat zo lekker naar bedje. Hé, poepie? Ja. Zijn lekker. Lekker in bad geweest met z'n allen. Maar voor nu gaan wij hem afsluiten. En dan zien we jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Doe een duimpje omhoog. Vond je hem weer leuk? En vergeet niet te abonneren. Ja. Belletje aan te zetten. We zien jullie heel graag weer. Oud en nieuw? Ja, oud en nieuw is de volgende vlog. En het gesprek met de radio. Gaan we dan ook weer vertellen. Nou, laat ons weten hoe jij je oud en nieuw gaat vieren. En we zien je natuurlijk weer heel graag in jullie reacties. Ciao!